Menno, gitarist van Black Nazareth. Hoi, ik ben Martijn, ik ben toetsenist bij Black Nazareth. Henry McElveen, bassist Black Nazareth. Mijn naam is Daniel Jong en ik ben de zanger van Black Nazareth. De naam komt natuurlijk van Zwart Nazareth. Het is een project van Schiedammers. En ja, het gaat ook een stukje over de historie van Schiedam. We hebben er elementen in verwerkt. En ja, Zwart Nazareth. Dus zwart en hard. Jullie zijn al een tijdje bezig, hè, achter de schermen. In het geniep. Er is al merchandising, er is een logo. En jullie zoeken eigenlijk... Ja, een vuurwaterfabrikant die op de tandem wil springen met jullie. Ja, absoluut. Als wij daar samen in verder kunnen. En dan hebben we eigenlijk de muziek en de drank van Schiedam verenigd. Kijk, en de bandnaam. Het klinkt gewoon hartstikke gaaf, weet je wel. Ik vind het een hele goede bandnaam voor een hardrockband. Met harde muziek. En stevige songs. En ja, god, het nodigt natuurlijk uit om ook andere dingen daarmee te kunnen doen. Of zo, weet je wel. Dus... Wij zelf zijn geen genieën in het ontwikkelen van een logo. Dus we moeten op een gegeven moment mensen gaan benaderen. Eerst hebben we iemand uit Brazilië. En nu hebben we eigenlijk het gehele plaatje is nu afgemaakt door Robert Lammerding. En ja, dus, die heeft het zodanig voor elkaar gekregen dat het een behoorlijk passend geheel is met wat we nu binnenkort uit gaan brengen. Het is meer een totaal beleving, totaal pakket eigenlijk. Van merchandise, het hele concept ook met gekoppeld aan drank. Wat eigenlijk het hele ding van Black Nazareth uitademt. En daar is muziek een onderdeel van, uiteraard wel een groot onderdeel. Maar het gaat echt ons om het totaal, wat we willen uitdragen. Een nieuwe Schiedamse sensatie in aantal? Nou, we gaan voor de nummer 1 of de nummer 2 als je even toch op de eerste plaats blijft staan. We zitten nu op een goede 6-7 nummers die ready to roll zijn, om er 7 zo te noemen. En we zijn nog steeds aan het schrijven, ook nu dat we sinds een jaar nu ook Martijn Spierenburg erbij hebben, toetsenist van Within Temptation, zijn we alleen nog maar meer aan het ontwikkelen. Dus er zit nog veel meer in het vat dan wat er nu al in zit, maar het wordt te gek. Metal is volgens mij de grootste stijl in de wereld. Als ik in Zuid-Amerika ben of in Japan, het maakt eigenlijk niet uit waar. Metal en hardrock is de grootste hap. Maar leer mij nog eens even hoe je het nou perfect uitspreekt op zijn Engels, want het blijft een tongbreek. Black Nazareth. 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 Mensen kunnen ons bereiken via de social media of de website. www.blacknazareth.com Een officiële release in een album, dat zal nog eventjes op zich wachten.